Hallo en welkom bij Board Game Ninja. Vandaag laten we zien hoe je Splendor Duel speelt. De originele Splendor is uitgegeven in 2017 en is terecht erg populair. Splendor speelt het best met 3 of 4 spelers. De nieuwe Duel-versie is speciaal voor 2 spelers ontwikkeld, terwijl de charme van het originele Splendor behouden blijft. In Splendor Duel ga je sieraden smeden voor de vorsten van het land. Je reputatie staat echter op het spel, want je tegenstander probeert je te slim af te zijn en de vorsten ook voor zich te winnen. Je strijdt om prestigepunten en je wint als je 20 punten hebt verzameld. Ook win je als het je lukt om 10 prestigepunten in 1 kleur te verzamelen. Ten slotte kun je ook winnen als je 10 kronen hebt. Splendor Duel is voor 2 spelers, duurt ongeveer 30 minuten en kan gespeeld worden door goudsmeden van 10 jaar en ouder. Verdeel de speelkaarten in 3 groepen. De makkelijke groene sieraden, de gemiddelde gele meesterstukken en de moeilijke blauwe kroonjuwelen. Schud de stapels en leg 3 blauwe, 4 gele en 5 groene kaarten open. Plaats hieronder het speelbord en leg alle 25 fiches uit de zak neer in de richting van de pijlen, beginnend in het midden van het bord. Leg de 3 privilegerollen boven het bord en de 4 kroonkaarten onder het bord. Bepaal willekeurig wie de startspeler is. De andere speler krijgt meteen een privilegerol. Je bent klaar om te gaan spelen. In je beurt mag je eerst 2 optionele acties doen en moet je daarna 1 van de 3 verplichte acties uitvoeren. De optionele acties zijn een privilegerol inleveren om een edelsteen of een parel van het bord te nemen. Je mag meerdere rollen tegelijk inleveren voor meerdere edelstenen of parels. Goudfiches mag je hiermee niet pakken. Ook kan je het bord weer aanvullen. Neem de zak met fiches en vul het bord vanuit het midden aan waarbij je de pijlen volgt totdat de zak leeg is. De andere speler krijgt een privilegerol. Stel dat er geen privilegerol meer in het midden ligt, maar je hebt er wel recht op. Neem dan een rol van je tegenstander. Als je alle rollen al in je bezit hebt, heb je pech. Er zijn 3 verschillende verplichte acties waarvan je er eentje moet kiezen. 1. Neem maximaal 3 edelstenen of parels van het bord. Deze moeten aangrenzend in een rechte lijn liggen, horizontaal, verticaal of diagonaal. Je mag geen goudfiches pakken. Neem je 3 fiches van dezelfde kleur of 2 parelfiches, dan krijgt je tegenstander een privilegerol. Aan het einde van je beurt mag je maximaal 10 fiches in bezit hebben. Leg het teveel aan fiches terug in de zak. 2. Neem 1 goudfiche en reserveer 1 juwelenkaart. Je mag 1 van de openliggende kaarten reserveren of een gesloten kaart van 1 van de trekstapels. Je neemt deze kaart in je hand. Goudfiches zijn jokers en kunnen voor willekeurig ieder ander fiche ingezet worden. Je mag maximaal 3 kaarten in je hand hebben, anders kan je deze actie niet kiezen. 3. Koop een juwelenkaart uit je hand of van de tafel. Linksonder op de juwelenkaart staan de kosten van de kaart. Betaal voor deze kaart 4 groene en 3 zwarte fiches en stop deze terug in de zak. Linksboven staan de prestigepunten die je wint met deze kaart. Daaronder staat soms een icoontje van een eigenschap die je meteen moet uitvoeren. Bijvoorbeeld, deze eigenschap laat je een fiche van je tegenstander pakken. Je mag ieder fiche kiezen, behalve een gouden. Rechtsboven staat de bonus die je krijgt. In dit geval een permanente korting van 1 blauwe diamant op toekomstige aankopen. Zo kan je je na een tijdje die dure meesterstukken veroorloven. Sorteer de kaarten op kleur en leg ook de fiches altijd zo neer dat je tegenstander kan zien wat je hebt. Sommige kaarten bevatten ook 1 of meer kronen. Als je 3 kronen verzameld hebt, mag je 1 van de kroonkaarten aan je open kaarten toevoegen. Dit is geen aparte actie. Bij 6 kronen pak je een 2e kroonkaart. Een kroonkaart is punten waard en vaak hebben ze ook nog een eigenschap. Aan het einde van de beurt kijk je of je al 20 prestigepunten, 10 prestigepunten in 1 kleur of 10 kronen hebt. Gefeliciteerd, je bent de winnaar! Zo niet, dan is de andere speler aan de beurt. Splendor Duel is wat ons betreft voor 2 personen echt een verbetering van de originele Splendor. De eigenschappen zijn een waardevolle toevoeging en de kronen nemen een plaats in van het omslachtige mechanisme met ontwikkelingen.
Een enorme verbetering is het bord met de edelstenen, waardoor je meer beperkt bent in welke stenen je kiest en daardoor een strategisch plan moet maken over welke sieraden je smeedt. Splendor Jewel is lekker overzichtelijk, tactisch en precies interactief genoeg. Het gebeurt regelmatig dat je tegenstander bepaalde juwelen of parels vasthoudt, zodat jij al je plannen moet omgooien om verder te komen. Dit waren de regels van Splendor Jewel, een mooie aanvulling op de pure tweespelerspellen. We hopen dat je veel plezier hebt met spelen en zien je graag terug voor een nieuwe video van Board Game Ninja. Dag!